Het zal je maar gebeuren. Je bezoekt een feestje, je wordt gedrogeerd en zonder het te weten geïnjecteerd met HIV-geïnfecteerd bloed. Dat gebeurde in Groningen. Tot nu toe zijn 5 slachtoffers bekend. En nog eens 30 verontruste personen zouden zich al gemeld hebben bij de instantie. Stukje bij beetje kwam vandaag nieuwe informatie vrij over deze bizarre sekszaak in Groningen. Daar spraken we vandaag onder andere met de advocaat van een van de verdachten en met een begeleider van de slachtoffers. Kijkt u naar een reportage van Bas Haan en Marcel Hamming. In dit huis woonden 2 van de 3 verdachten. Ze zouden bezoekers van seksfeesten hebben gedrogeerd en vervolgens met HIV-besmet bloed hebben ingespoten. De slachtoffers worden begeleid door de Groningse GGD. Het zijn gewoon mensen zoals u en ik, waar ik contact mee heb. En dus die slachtoffers zijn geworden van deze vreselijke situatie eigenlijk. Ja. Hoe gaat het met die mensen? Men is heel geschokt door alles wat er gebeurd is, uiteraard. En dat kunnen ze zich vast voorstellen. En het is ook heel indrukwekkend geweest, de publiciteit die erover geweest is. Maar over het algemeen vind ik dat ze zich kranig houden. Ja. In dit zorgcentrum werkte een van de verdachten, Peter M., als manager. Zijn bekentenis afgelegd over bepaalde dingen. Ik wil er niet gedetailleerd op ingaan. Maar veel interessanter is in hoeverre die feiten ook strafrechtelijk relevant zijn. En ik denk dat voor de slachtoffers op dit moment vooral relevant is dat de dader achter het raam ja, zit. Ja, kijk, ik heb het al meerdere keren gezegd. Ik wil absoluut niet bagatelliserend zijn over de feiten die te lasten worden gelegd. En ik wil ook de eventuele slachtoffers natuurlijk niet schofferen. En maar het gaat mij er alleen maar om een beeld te geven van wie deze man is. Het karikatuurmonster, die vind ik niet bij hem passen. Ik heb gesprekken met hem gehad. En daarin komt hij op mij over dat hij in zijn dagelijks leven op zich prima functioneert. En ook als je kijkt naar de omgeving, ik heb ook wat gesprekken gehad met mensen naast de omgeving. Ja, die hadden ook nooit kunnen denken dat hij voor dit soort dingen verdacht zou worden. Inmiddels hebben 5 slachtoffers zich officieel gemeld bij de politie. Waarom heeft het zo lang geduurd? U moet zich voorstellen dat het mensen zoals u en ik zijn, die een gewone baan hebben, een baan hebben, een maatschappelijk leven hebben voor een heel groot deel openlijk homoseksueel zijn. Maar het bezoeken van feesten is voor een aantal mensen, mannen, daarbij nog gecombineerd met HIV-positiviteit, een hele hoge drempel om daarmee naar buiten te treden. Bij de GGD kan je anoniem laten testen, bij de GGD kan je anoniem gesprekken voeren. Dat is allemaal heel veilig, maar zodra je aangifte doet, dan moet je uit de anonimiteit treden. Collega's van verdachte Peter M. zijn verbaasd. Wij hebben goed met hem gewerkt. Hij werkt hier al een aantal jaren, af en toe in de oproepdienst. Wij hebben geen enkele reden om aan te nemen dat er onregelmatigheden zijn geweest in het werk. We hebben daar ook geen aanwijzingen voor. Ja, hoe is hij eronder? Hij is er heel kort gezegd, zit hij er doorheen. Je moet zich voorstellen dat hij dus geen justitieel verleden heeft. Dat hij dus ook nog nooit van zijn vrijheid beroofd is geweest. Hij had al een aardige positie opgebouwd in zijn leven, ook gezien zijn leeftijd. Ja, en hij ziet gewoon dat het allemaal langzaam begint af te brokkelen. En dat hij daar dus ook voor de rest van zijn leven, zoals eruit ziet, wat ook de uitkomst van de zaak zou zijn uiteindelijk, dat hij daar gewoon de gevolgen van ondervindt. Hoeveel telefoontjes hebt u? Ongeveer 30. Wat voor telefoontjes waren dat? Dat eigenlijk veruit de meerderheid waren dat mensen die informatie vroegen. En die ook soms informatie gaven over hun eigen situatie. Ja. Ook nieuwe slachtoffers? Daar kan ik geen mededeling over doen. Weten we niet. Nee, weten we niet. In de studio is Frank van Dalen, landelijk voorzitter van het COC. Zeg maar de grootste belangenvereniging van homoseksuelen in Nederland. Dit verhaal dat was eigenlijk al veel langer bekend, hè, bij organisaties in het land. Nou ja, het verhaal dat er, wat niet onbekend is, dat er seksfeesten plaatsvinden. En ook in Groningen een jaar geleden al dat er een toename was van het aantal HIV-besmettingen. En een jaar geleden zijn er dan ook onder andere de COC Groningen campagnes gelanceerd om mensen te waarschuwen. Maar het beeld van dat er een groepje mannen willens en wetens seksfeesten organiseert om mensen te drogeren, te verkrachten en met HIV te besmetten,
Dat is ook voor ons als COC een absoluut nieuw gegeven. Schokkend gegeven trouwens. Dat was uw eerste reactie toen u dat hoorde? Ja, volstrekt buiten het geloof geschokt. Ja, ja, absoluut. Hoe schadelijk is dit voor de homo-scene, dit verhaal? Nou ja, wat we ons in Nederland heel erg goed moeten realiseren is dat dit niet iets is van de homo's. Dit is een maatschappelijk probleem. Dit is natuurlijk een gruwelijk iets wat nu is gebeurd. Maar het had ook in een seksboerderij kunnen gebeuren waar parenclubs zijn gevestigd. Of we kennen natuurlijk ook de verhalen van vrouwen in discotheken die worden gedrogeerd met GHB, mee naar huis worden genomen en daar wordt verkracht. Dus we moeten heel erg uitkijken dat we denken van ja, dit is iets van de homo's. Nee, dit is iets van onze moderne maatschappij. Ik vraag het natuurlijk omdat dit was de kop in de Telegraaf vandaag. Homo's injecteren HIV. Dus laat maar zeggen, de nuance die u aanbrengt over parenclubs, et cetera, ja, die is hier niet te zien. Nou ja, niet alleen in deze kop van de Telegraaf, maar ook in andere media. Alsof homo's voortdurend onveilige seks hebben, voortdurend een risico opzoeken. Alsof HIV alleen maar iets van homo's is. En dat beeld klopt niet. En ik vind het ook belangrijk dat we dat beeld corrigeren. Omdat ook de heterogemeenschap niet vrij is van dit soort risico's. En op het moment dat we alleen maar denken, ja, dat is iets van de homo's, dan denk ik dat we grote ongelukken weer de hetero's krijgen. Ja. We moeten dit in Nederland gewoon niet willen dat dit gebeurt. Nu is er in de homo-organisaties, in de wereld van homo-organisaties, al een langer debat bezig over het onveilig vrije. Met name door mensen die HIV besmet zijn. Wordt het debat ook bij u gevoerd? Nou, het debat is bekend. Hè. En dan doelt u op wat we dan noemen de barebackers. Mannen die seks hebben met mannen en dat onveilig doen. Het is belangrijk om te zeggen dat het A, een hele kleine groep is. Dat is één. Het tweede is dat wat betreft het COC en ook wat betreft de meeste andere organisaties, als je seks hebt met meerdere partners, doe het dan veilig. Dat geldt voor homo's. En dat geldt voor hetero's. Als je seks hebt, loop je risico met onbekende partners. Zorg dat je het altijd veilig doet. En dat is denk ik een standpunt wat we moeten blijven uitdragen. Maar er speelt wel iets anders. Wat je ook ziet is dat HIV in Nederland volstrekt in de taboesfeer zit. En wat je op een gegeven moment... Waar blijkt dat uit dan? Er kan toch gewoon over gesproken? We hebben het er nu over. Wij hebben het er nu over, maar op het moment dat je in ons geval vanuit de homo-gedachte geredeneerd een leuke jongen ontmoet. En het is een leuk contact, je drinkt wat met elkaar, je lacht wat met elkaar, je wordt misschien zelfs wel gewoon verliefd. En je zegt, maar ik moet je ook nog wat vertellen, ik heb HIV. Dan zie je heel vaak de afwijzing. Keer op keer op keer op keer. En dat levert ook heel veel frustratie op. En ik denk dat we in Nederland echt moeten gaan werken aan een situatie dat HIV uit die taboesfeer komt. En dat je ook heel erg goed kunt leven met HIV. Dat je gewoon onderdeel van de maatschappij kunt zijn. En dat je ook verliefd kunt worden op andere mensen met wie je vervolgens ook seks kunt hebben. Als je maar de voorzorgsmaatregelen neemt. Nou, en ik denk dat het heel goed is dat we dat debat nu in de openheid brengen. Maar wat betekent HIV? U minimaliseert het probleem een beetje. Ik wil u confronteren met de uitspraken van Jelle Houtsma. Die was tot voor kort de voorzitter van de HIV-vereniging in Nederland. En die is daar uitgezet of zelf opgestapt. Omdat hij vond dat er op een volstrekt onverantwoorde manier door mensen, homo's die HIV besmet zijn, werd gevreden. Vindt u dat ook? Nee, hij is opgestapt omdat hij in zijn eigen organisatie een debat kreeg over hoe ver moeten we gaan met het toestaan van onveilige seks. Ik zal mag ik u citeren? In een toespraak die hij heeft gehouden, heeft hij gezegd letterlijk: de homogemeenschap houdt gezondheidsverpestend gedrag in stand. Waar hij op doelt is die hele kleine gemeenschap die zich ook organiseert binnen de HIV-vereniging, waardoor binnen de HIV-vereniging deze discussie is ontstaan. De boodschap is wat betreft het COC glashelder: geen onveilige seks. Punt. Is het tijd voor een debat binnen de homo-gemeenschap over dit onderwerp? Als het debat erop is ingericht om te zorgen dat HIV als zodanig uit de taboesfeer komt. En als het debat erop is gericht om ook die mensen die we misschien nu niet meer bereiken met de boodschap van veilig vrije en welke risico's loop je, dan moet dat debat gevoerd worden. Als het debat als resultaat heeft van, joh, het maakt eigenlijk niet uit, je kunt best onveilige seks hebben en zie maar wat je doet, dat is een debat waar het COC in ieder geval niet aan zal deelnemen. Nee. Nou, het gaat natuurlijk om het debat van die kleine groep, zegt u, die de verantwoordelijkheid niet wil nemen om veilig te vrijen, om daar misschien een discussie over op te zetten. Is dat van belang?
Nou ja, het lastige is dat je met elkaar moet kijken, hoe bereik je die mensen? Er is een reden waarom we deze mensen met elkaar niet meer bereiken. En dat moeten we ons als homogemeenschap, maar ook als heterogemeenschap, dat moeten we ons aantrekken. En we moeten zorgen dat de boodschap van veilig vrijen, waarom het van belang is, en mensen aanspreken op een verantwoordelijkheid, dat we die boodschap blijven uitdragen. Ook op een manier dat HIV als zodanig uit de taboesfeer komt. Dat vinden we echt belangrijk, want daardoor ontstaan er veel ongelukken. En dat we gelijktijdig ervoor zorgen dat we met elkaar gemeenschappelijk verantwoordelijkheid nemen voor de volksgezondheid. Duidelijk. Bedankt voor uw commentaar. Graag gedaan.